toe, Hille. Kom nou naar bed. Dat wachten heeft toch geen zin. Japke is geen flardebel. Die zorgt wel voor zichzelf. Ja, dat denk jij. Oh, het is morgen vroeg weer dag, Hille. Kom nou toch. Een mens kan zijn kinderen niet in zijn zak houden. Als kinderen groot jij worden dan... Jij weet niet wat er gaande is. Ach, ik weet meer dan jij denkt. Maar jij bent ouderling, Hille. En je weet dan ook wel aan wie het richten en rechten toekomt. Ik richt niet. Ik richt niet. Ik waak. Ik geloof toch dat je wat te scherp denkt over Arjen. Nee, daar denk ik precies goed over. Kijk eens, zegt dat we onze kinderen wat los moeten laten. Je moet je mond houden over dat vrouwmens. Ik ken haar. Ik ken haar broer Siebe. En ik ken haar zoon Arjen. Onder en boven de wet leven die mensen. Oordeel toch niet zo, Hille. Ik zal je eens wat zeggen. Siebe Buren heeft tegen mij gezegd dat hij Japke vanavond thuis zou brengen. En als Siebe komt, dan laat ik hem binnen. Dan krijgt hij koffie met koek. Zoals dat hoort naar de opperiet. Maar als ze met Arjen komt, dan stuur ik hem weg, zonder meer. Dat kan je toch niet doen, Hille? Nee. Ik kan nog veel meer doen. Dat verzeker ik je. Als Japke Siebe Buren afstoot en toch met Arjen wil, dan komt ze geen avond meer de deur uit. Dan stuur ik haar als dienstmeid naar de vaste wal. En dan wil ik zien of die Arjen haar dan nog naloopt. Binnen een maand heeft hij dan een ander. Zo'n zwerver. Zo'n loshoofd. Net als zijn moeder. Doekemier. Die kreeg laatst een eendvogel van hem. wel ja, dat doodt maar vogels midden in de zomer. Wie weet hoeveel konijnen dat heerschap buiten de jachttijd stroopt. Onder en boven de wet zijn die lui van het kooibos. Maar van Japke blijft hij af. Hij moet niet denken dat zijn vogel voor zijn wet is. Waar ben je, Min? Ach, Emke, ben je wakker geworden? Het is zo donker. Oh, stil maar, mijn Famke. Kom maar mee. Mim is er wel, hoor. Mim gaat ook slapen. Kan ik niet bij mij blijven? Ga slapen, Emke. En gauw, ik wil je niet meer horen. Ga maar gauw lekker in je warme bedje. Zo, ja. Wel te rusten, Emke. Nog, Mim. Slaap maar lekker, mijn Famke. En wat zeg je tegen Da? Nou... Nacht, Da. Ga maar gauw slapen. Nou, Hille, wat doe je? Kom je nou ook naar bed? Nee. Blijf wachten. Ik wacht net zo lang tot Japke thuis komt. Al wordt het ochtend. Al wordt het ochtend. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het 8e deel. Joukje treedt op. Hoi! Het was je niet te veel, hè, Piet? Twee ruiters tegelijk. Zo, kom er maar af, Japke. 1, 2. Ja. Zo. En nou naar de koffie met koek. En naar de nachtzoen. Oh, daar denk jij meteen aan, hè? Daar denk ik altijd aan, Japke. Daar denk ik altijd aan. Kom mee. Oh, de deur is open, gelukkig. Daar, je laat me schrikken. Stond daar vlak achter de deur. Goedenavond, Hille. Nog op? Het is al lang nacht. Goedenacht dan. Kom maar mee naar binnen, Arjen. Niks mee naar binnen. Het is nacht. Daar. Welterusten.
Nou, ik mag toch wel binnenkomen? Het is zaterdag en het was nog wel opperiet ook. En intussen is het zondag. Het is opperiet geweest, Hille. Dan heeft iedere fijn recht op koffie en koek. En een paar nachtzoenen van zijn famke. Jij niet. Jij blijft buiten. Verdraaid nog aan toe. Dat zullen wij eens zien. Uit de weg, man. Oh, Tano toch, wat is dat nou? Mijn huis uit jij. Ja, zie maar dat je dat gedaan krijgt. Mien, kom eens gauw. Zul je mijn huis uitgaan, beroerde kerel? Nee, dat doe ik niet. Ik blijf bij Mien Famke. Daar heb ik recht op. Ga jij maar naar bed toe. Jouw Famke, niks jouw Famke. Nooit jouw Famke. Ik heb er al aan een ander verzegd. Bij mijn volk geen doekse, man. Tato. Doekse? Geen doekse? Pas op wat je zegt, vadertje. Je verstaat me goed. Bij mijn volk geen doekse. Ik ken jouw oom Siebe te goed en ik ken jouw Mim te goed, jongetje. Mim? Praat jij van Mim Mim? Jouw Mim, ja, wie anders? Jouw Mim, net. Een weduwe die een eigenwijze kop heeft, die niet luistert naar de goede raad van de buren. Een vrouwmens dat aan zijn man op het horst zit. Jullie moesten je allemaal schamen. Jullie kooihuisvolk. Ik heb Japke al aan Siebe buren verzegd, man. Mijn huis uit. Mien Mim, zeg je? Wou jij zeggen? Heb jij het lef in je lijf om over Mien Mim? Wou jij wat zeggen over Mien Mim? Wat zullen we hier nou krijgen? Oh, Arjen, toch, mijn jongen. Mijn jongen. Vart, jij naar bed, Hille. Naar boven, schiet op. Hille, schiet op. Maar hij komt er niet in. En jij geeft Japke een zoen en dan ga je naar huis. Mien Mim. Hij zei wat van Mien Mim. Mijn jongen. Hij zei dat Mien Mim... Niks, jouw Mim. Hille moet zijn mond houden over jouw Mim. Dat is nogal glad. Maar jij bent ook geen hartje. Fruit, ben je nou bedaard? Hij is verdronken. Ach. Neem jij Emke mee en doe de deur dicht. Hoor hem nou toch eens. En hij zei dat die Japke had verzegd aan Siebe buren. Hille kletst. En die Siebe. Ik doe hem wat hoor, Jouke. Ik doe hem wat. Jij doet niks. Je gaat naar bed. Hille klets maar wat. En ga maar gauw naar huis. Het loopt wel tegen ene. Vooruit, Japke, laat Arjen los. Ja, Mim. Vooruit, geef elkaar een zoen. En afgelopen is het. Ja, zo is het wel goed. Goeienacht, Arjen. Goeienacht, Joukje. Dag, Arjen. Oh, Mim. Mim. Ah, wel te rusten, mijn Famke. Wat een gedoe. Mim. Vindt Mim het nu goed? Goed, ja. Tja, als Arjen een beetje... Maar jij luistert ook niet naar raad. En daar, Famke, ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Ga nou maar slapen en doe je venster maar goed dicht. Ja, Mim. Welterusten, Mim. Welterusten. Wat een gedoe. Nou, hier is de rommel maar opruimen. Ja, toch niet tegen, Hille. Ja, toch niet tegen. Wat krijgen we nou? Heb ik nog niet genoeg gehad voor vanavond? Hé, wat moet jij daar? Zie mijn buren. Wat moet jij daar? Ik kom Japke wel te rusten zeggen. Siebe, maak dat je wegkomt ogenblikkelijk. Of laat de hond los. Eén kusje maar. Siebe, ik laat de hond los en dan ben je niet goed af, jongen. Dan ben je niet goed af. Nou goed, ik ga al. Ik ga al. Je bent laat, Arjen. Slaap jij nog niet? Ik sliep al. Hoe laat was jij dan thuis? Nou, het zal nog geen 11 uur geweest zijn.
Laatst toch? Zo vroeg? Had Hieltje zo'n slaap? Nee. Dat kan ik niet zeggen. Slaap nu juist niet. Ben je binnen geweest? Jawel. Ze hadden krentenbrood voor me. Met koffie. Nou, ik niet. Hille wilde me tegenhouden. En hij begon te schelden op ons allemaal. Zelfs op Mim. Op Mim? Ja. Nou, dat kon ik natuurlijk niet over mijn kant laten gaan, hè. En we begonnen te vechten. Maar toen kwam Joukje. En die heeft alles gesust. Ik moet zeggen, als het erop aankomt, dan is Joukje niet mis, hoor. Dat had ik niet achter de gezocht. En het was toch eigenlijk allemaal drukte om niks? Om niks? Jij hebt makkelijk praten. Jij hebt Jiltje. Nou, hebben. Hebben. Dat zit nog. Maar jij hebt Japke. Daar verandert alle geschreeuw van Hille niks aan. Tja, dat is waar. Maar jij zit gezellig bij Jiltje binnen aan de koffie. En Jiltjes Mim snijdt de plakken krentenbrood. Maar dat gezanik met Hille, die man bederft alles. En dat komt ook mijn gevoelens voor Japke niet, hè, goede hoor. Ja, maar Japke kan er toch niks aan doen? Nee, tuurlijk niet. Maar ik ook niet. Oh, ik ben gewoon een beetje jaloers op je. Gezellig aan de koffie met krentenbrood. Helaas. Is nou vast. Vast? Ja, met Jiltje. Ach, vast. Maar ze mag me wel, geloof ik. Dat wel. Maar vast. Ach, dat komt wel terecht, denk ik. Daar hebben we niet zo'n haast mee. Maar kom, ik heb slaap. Morgen weer vroegdag. Welterusten, Arjen. Trusten, Laas. En droom maar lekker van Jiltje. En van koffie die pruttelt op een liggie. Waarom lach je nou? Zo was het. De koffie pruttelde op een liggie. Morgen, Mim. Morgen, Laas. Waar is Arjen? Oh, die is al een half uur bezig. Hij heeft de paarden verzorgd, de kar ingespannen en nou is hij aan het kippen voeren. Zo. Hij heeft er zeker zin in. Tja, een ijverige Arjen. Dat kunnen we goed gebruiken in de hooitijd. Heb je ook koffie, moeder? Eens even kijken, Arjen. Ja, de koffie is klaar. Ik zal zo inschenken. Morgen, Laas. Morgen, Arjen. Je hebt er wel zin in, geloof ik, hè? Tja, ik kan het niet helpen. Maar in de hooitijd gebeurt er iets met me. Dan komt er iets over me van een soort oerkracht. Zo, alsjeblieft, allebei koffie. Moet ik zo de koeien ook nog even melken, Mim? Nee. Daar zorgen Eertje en ik wel voor. Ga jij en Laas nou maar dadelijk naar het Mietland. Had je de kar al ingespannen? Alles staat klaar, we kunnen zo vertrekken. Hoe zullen we het doen bij het hooien? Nou, ik zou zeggen, laten we bij de slootweg gelijk beginnen. Dan sla jij bij de wilgen, zo gezegd, gewoon rechtsaf. En dan ga ik gewoon rechtdoor. Ja, dat is goed. Komt Jiltje ook op het land meehelpen? Nee, die blijft bij het vee op de groede. Komt Japke wel? Ja, Japke moet mee naar het land, zei ze. Nou, dat is leuk. Dan kunnen jullie op een afstand zo nu en dan naar elkaar zwaaien. Joukje moet trouwens ook mee. Daar bof jij maar bij, hè, Mim? Dat jij twee zoons hebt. Kun jij met hooitijd tenminste op je gemak thuis blijven? Nou, mijn gemak thuis blijven, dat zit nog. Maar ik ben wel blij met mijn twee zoons. Nou, dat scheelt alweer. Zullen we dan maar? Moeten we nog wat te bikken meenemen? Nee, jullie nemen niks mee. Ik kom jullie straks wel brood en koffie brengen. Nou, kom op, Laas. Ja. Tot straks, Mim. Tot straks. Ja, Piet. We komen eraan. Ja. Hoi. Hoi, Piet. Kom maar.
Mijn jongen, wat heb je al een stuk omgelegd? Ach. Nou maar even stoppen, hè? Eerst rustig wat eten. Laat, kom je ook? Joe! Nog even dit laatste stukje hier, mem. Nou, ik zou maar een beetje kalmer aandoen als ik jou was, Arjen. Anders ben je morgen niks waard. Ach, dat zal heus wel meevallen. Nou, ik zet alles hier neer, hè? Dan vinden jullie het wel. Zo. Dat is dat. Mim zal eens zien. Ik leg dit grasland vandaag nog om. Nou, overwerk je nou maar niet. Ah, mens, dit is toch een peulenschilletje voor me. Alle mensen. Wat kan die Arjen werken, Mim? Ja, ja. Daar kan ik niet tegenop, hoor. Je bent ook maar het jongste broertje. Even zitten. Hé, hey, zie ik daar in de verte niet de gestalte van Japke? Ja, ja, ik geloof het wel. Ja, ja, dat is Japke. Heb je al gezwaaid? Hé, hey, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Nou, dat zou ik dan maar eens doen. Hoi! Japke! Tot zondag! Zondag? Het is nou pas dinsdag. Ja. Hoor eens, Mim. Het leven is in de hooitijd niks anders dan werken en slapen. En slapen en werken. En voor Japke net zo goed als voor mij. We hebben afgesproken voor zondagavond na de kerk. Oh? Nou ja, dat is tenminste iets, hè? Heb jij ook zo'n afspraak met Jiltje, Laas? Nee, geen afspraak. Maar we zien wel. Oh? Jij en Jiltje hebben dus nog geen vaste verkering, om zo te zeggen. Ach, wat is vaste verkering? Maar als het zover is, geloof me, dan is Mim de eerste die het hoort. Nou, dat wachten we dan maar af, hè? Maar kom, jullie redden het wel verder, hè? Tot straks! Ja, tot straks. Tot straks, Mim. Tot straks, Mim. Geef mij die koffiekan nog eens even. Alsjeblieft. Is dat nou heus waar, Laas? Heb jij niks met Jiltje afgesproken? Ach, we hoeven niks af te spreken, Arjen. We zien elkaar vanzelf wel. Hoezo vanzelf? Nou, gewoon. Zondag. Het is ook zondag. Ja, vanzelf. Goedemorgen, Hille. Meestal kom jij bij mij een praatje maken. Maar nou kom ik eens naar jou toe. Ik heb van Arjen gehoord wat er gebeurd is. Die jongen van jou die heeft mij in mijn eigen huis... Stil maar. Het was niet allemaal in orde wat Arjen gedaan heeft. En Hille kan gerust geloven dat ik hem daar duchtig de les over gelezen heb. Maar nou Hille zelf... Wat heeft hij toch tegen Arjen? Dat hij hem zelfs na de operiet als een hond bij de deur wil laten staan. Ik heb je niks te vertellen. Je weet alles. Je vraagt naar de bekende weg. Ik zal me nooit meer zo laten gaan. Nooit meer. Maar mijn ja is ja en mijn nee is nee. Je bent een stijve bok. Kan wel wezen. Ik denk dat jouw gedragje te zijner tijd wel behoorlijk nog zal opbreken. Dat kan ook wel wezen. Als jij Arjen niet in jouw huis toelaat, dan komt Japke s'avonds maar bij ons. Dan stuur ik haar naar de vaste wal. Dan kan je ervan op aan dat ik Arjen meteen achteraan stuur. Bah, ben jij een miserige, wraakzuchtige vent. Wraakzuchtig? Hoezo wraakzuchtig? Ach, jij denkt aan vroeger, Hille. Weet ik zeker. Dat zie ik in je ogen. Jij kan al steeds niet verkroppen dat ik destijds nee tegen je heb gezegd. En daarom moet Arjen het nou ontgelden. Ik ga mijn eigen weg. Ga jij nou de jouwe maar. Ach, jij bent een hoogmoedige stumperd. Dat kan wel wezen. Maar ik zei toch, ga jij jouw weg maar.
En ga dan maar naar huis, want mijn werk kan niet wachten. Wel ja, probeer zo het geluk van onze kinderen te vernielen, hè? Maar dat zal ik niet toelaten, Hille. Het geluk van Arjen ligt buiten mijn zorgen. Mijn dochter geeft me al zorgen genoeg. Als die een man is, dan moet hij dat maar eens tonen. Maar hij leeft er maar een beetje op los. En dat past niet bij ons volk, kijk, hè. Dat past niet bij ons volk. Zo, leef die jongen er maar op los. Hille, z'heren wegen zijn soms duister voor ons mensen. Maar geloof maar niet dat mijn jongen minder is dan wie dan ook. En zeker niet minder dan die zoon van Dirk Buren. Ik praat niet over z'heren wegen, ik praat over de wegen van Arjen. Die staan mij niet aan. En er zal veel moeten veranderen voordat ik daar een andere mening over heb. Veranderen? In jezelf? Ik praat met jou niet meer. Ik wel met jou, Hille. Geloof maar, je ziet me nog wel eens terug. Of jij komt nog wel eens bij mij, Hille. Jij komt nog wel eens bij mij. U hebt geluisterd naar het 8e deel van onze hoorspelserie Arjen. Hierin hoorde u de stemmen van Rita Vet, Frans Kokshoorn, Rudolf Damstee, Corrie van der Linden, Wim de Meijer, Truus Dekker, Kees van Ooyen en Janneke Broers. Technische realisatie, Wim de Kok en René de Blok. De regie was in handen van Friso Koks.